om te komen vertellen over kunst en dromen, maar stiekem ga ik jullie vertellen over dromen en creativiteit. Want dromen zijn geweest. Ik wil ook jullie maar vertellen, ja, Suzanne, jij bent een psycholoog, dus natuurlijk zeg je dat. Maar het is een beetje. In 2009 heeft mevrouw Wetting onderzoek gedaan. Waaruit gebleken is dat de helft staat dat hij creativiteit verhoogt. Hoe heeft ze dat gedaan? Ze heeft drie groepen mensen genomen. Al die drie moesten vooraf testen. En de test was een creatieve test. Je moest drie woorden aan elkaar test doen met die woordenbonden. En alleen de mensen die de remstaan hadden voltooid, deden die test. Dus inderdaad, dromen en creativiteit hebben een relatie. Nou heb ik voor jou een meneer Dubal. En die meneer Dubal weet heel mooi te verlaten voor woorden. Luister maar. Or Richard Strauss says, I leave my composition, I'm in trouble with it, I don't, you know what to do, and I go to sleep, and because it's important to me, I get up in the morning, and it's all worked out. All the problems are worked out. Arau says to me, the great pianist, I just can't make this passage work. Gets up after a dream, the dream says, this is the fingering you use. Trust your real dreams, not these so-called nightmares that you don't even know how to analyze. Each of those nightmares are telling you a great deal about the horror you are experiencing in the real life. Adler, the psychologist, says dreams just tell you where you are. It's desperately trying to put something in shape. But the artist and the person of serenity and the one that knows that dreams and rest is your key to creativity. Dit is een schilderij gemaakt naar aanleiding van zijn droom. Hij heeft daar de expositie mee gehad. Kijk, en hier heb je het breken van de regels. Nou, laat me je eens meenemen naar het leven, door het leven van Vincent van Gogh. Dan zie je hoe vaak hij regels brak. Hij is begonnen in de kunstzaak van zijn oom. Na 7 jaar trok zijn oom zijn handen van hem af. Hij was ondertussen wel in Londen en Parijs geweest. Zo kwam het ook dat Theo zijn broer in Parijs zat. Want die kon het wel volhouden in die zaal, in die kunsthandel. Nou, na de kunsthandel wilde hij heel graag, net als zijn vader, predikant worden. Maar daar had hij het staatsexamen voor nodig. Dus hij ging werken in een boekhandel in Dordrecht. Het staatsexamen lukte hem niet, want hij zag Latijn niet zitten. En hoe kan je nou iets doen in de kerk als je geen Latijn wil leren? Dus toen vond hij wat anders, de zendingsschool. Dat was een hele belangrijke periode, want toen werd hij naar de Bonnage gestuurd in een mijnwerkerstreek. En daar deed hij de inspiratie op voor de aardappelmeters. Maar iedere avond lag hij in zijn bed te huilen van alle ellende die hij zag. Niks aan kon doen. En te midden van die ellende groeide in zijn hart het besef: ik moet kunstschool worden. Wat deed hij toen? Hij ging naar de kunstschool in Antwerpen. Ook dat werd een verschrikkelijke vernedering, want tijdens een examen werd hij uitgelachen door zijn leraar en die zei: ga jij maar eens een basis tekenles volgen. Vreselijk vernederd, maar overtuigd van zo'n roeping. Kunstenaar te worden, werd hij straatschilder in Antwerpen. Hij verkocht een paar pentekeningen, maar het was verschrikkelijk voor zijn gezondheid. Hij leed in pure armoede. Hij moest bijna al zijn tanden laten trekken. Hij zat heel achter de vrouwen aan, kreeg syphilis
En hij stuurde Theo sleutelbrieven om naar Parijs te mogen. En Theo hield groot op. Dus op een dag pakte hij gewoon de trein, liet alles achter zich, schulden niet betaald, naar Parijs. En daar werd hij opgenomen in de kring van impressionisten. En daar heb je dat beroemde incident met Gauguin en zijn oor. Er is een mooi, interessant boek geschreven van mensen die denken dat Gauguin, het zijn twee Duitse mensen, Gauguin, van Gauguin en The Pact of Silence, geschreven door Kaufman en Wilbert. Dat is erg interessant. Zij gaan ervan uit dat Vincent met zijn eigen oren af heeft gesneden, maar dat het gebeurd is door Gauguin en dat Vincent daarover gezwegen heeft om de vriendschap te bewaren. En om Gauguin uit de gevangenis te halen. Het wordt niet helemaal geëxplodeerd, maar het is wel erg interessant om te lezen. Nou zitten we dus al in Parijs. En dan gaat hij. Dan gaat het helemaal mis. Zijn gezondheid was al slecht. En hij drinkt verf, die giftig is. Hij laat zich uit voorzorg opnemen in een verzorgingsinstituut in Saint-Rémy. En daar schildert hij de beroemde sterrenwacht. En Robert gaat het dadelijk ook hebben over die sterrenwacht. Maar als je dit schilderij nou bekijkt als een droom, als je nou kijkt alsof Vincent zijn eigen droom heeft geschilderd. En wat zegt dit over Vincent? Als je een droom hebt, kijk je als eerste naar hetgene wat het meeste opvalt. Wie van jullie werkt er met dromen? Niemand? Het eerste waar je naar kijkt als je een droom hebt, een droomsymbool, wat valt er het meest op? En wat mij het meest opvalt, is de spiraalleven. Want die scheidt het schilderij door midden. De ruimte boven, je hebt de ruimte boven. Nou, heeft dan een meneer Boy, heeft een boek geschreven over hoe dit, en daar wordt dadelijk nog meer over, hoe dit een correcte weergave is van wat Vincent zag uit zijn raam in zijn met ram, met Venus hier. En die sterrenlevel, die kon hij niet zien. Die is dus symbolisch. Als je een droom hebt, dan kijk je naar, ziet er de dagreis in en wat is er symbolisch? Dus die sterrenwevel, die is symbolisch. En wat voor symboliek heeft dat? Nou, in 1880 was de sterrenwevel, dit is geschilderd in 1889, maar in 1880 was dit groot nieuws, want toen was het net door middel van een fotografie dat er een ster geboren wordt midden in zo'n nevel. En het is dus niet verwonderlijk dat Vincent ook een paar maanden na het schilderen van dit schilderij zijn eerste twee tentoonstellingen heeft. Eén georganiseerd in Parijs door zijn broer Theo en één in Antwerpen. En in zijn tentoonstelling in Antwerpen verkoopt hij zijn eerste schilderij. En voor mij is die sterrennevel daar het symbool. Tweede wat symbolisch is, wat je niet kan zien vanuit zijn raam. De kerk. De religie. En Vincent die had dus een hele historie van predikant willen worden. Niet lukken, een vader als predikant. Maar die sterrennevel, die hoorde zo bij de tentoonstelling van Parijs, bij de Eiffeltoren. De Eiffeltoren werd ingericht als een groot astronomisch laboratorium, de bovenste verdieping ervan. En hij wil hiermee aantonen, in mijn ogen, in mijn interpretatie van zijn droom, dat hij een nieuwe religie kan bouwen op basis van de feiten van de nieuwe wetenschap die aan kan stormen. Die hele wereldbeelden omver gooien, ook het wereldbeeld van Vincent. Als je kijkt naar de kleur, dan zie je dat donkerblauw is de kleur van uniform. Dat is van de regels. De regels waar
waar Vincent de hele tijd tegenaan liep en die gebroken moest worden. Toch, succes. Als je goed kijkt en telt, dan zie je boven 8 sterren staan, 7 en de maan. En 8 is het getal van de oneindigheid. De oneindigheid waar Vincent zo naar op zoek was in zijn nieuwe religie. Daaronder, aan onderkant staan 4 sterren, onder vingers. 4 is natuurlijk het getal van dingen die door mensen gemaakt worden. Een vierkant komt niet voor in de natuur, een vierkant is door mensen gemaakt. Het is weer die industrie, die nieuwe wetenschap, die dingen kan maken waardoor je weer jezelf kunt gaan geloven, waardoor je een nieuwe identiteit kan bouwen. Iets waar Vincent heel erg mee bezig was. De cipres is een oud symbool van de boom die op pad stond naar het leven na de dood. En Vincent was zich wel bewust van die symboliek. Het ging natuurlijk ook wel niet zo goed met hem, fysiek en mentaal. Dus hij heeft dat wel bewust geschilderd. Je ziet nu niet zo goed, maar er staan op het schilderij 2 rode huisjes, 2 rode jaartjes. Dat is de passie. De passie die hij heeft, de passie die hij wil weergeven. Dus op die manier zou ik het schilderij interpreteren als het een droom was. Als je zelf gaat werken aan je dromen en je kijkt naar de symboliek in je droom, je hebt het dagrest eruit gehaald, dan kun je je heel goed afvragen, als ik nou van Mars kwam, hè, ik zie daar de maan, hoe zou ik dan aan iemand die helemaal niets van de wereld weet, hoe zou ik dan beschrijven wat de maan is? En dan kom je heel snel op die manier achter je eigen symboliek. Dat is trouwens ook nog erg opmerkelijk. En bepaalt dat de maan in zijn laatste kwartier staat, het symbool van dingen loslaten. In mijn ogen was ik hier heel erg bezig met dingen loslaten. En dat nieuwe geluk, wat er maar even wat er aankomt, waar we van de cipres al dood, dat niet te lang zou gaan duren. Dit is die sterrenwevel. En hier heb je het schilderij. Als jullie zo naar het schilderij kijken, valt jullie dan nog wat op? Nee? Niemand? Ja. Dat is een, als een soort van vogel, zie je dat? Een vogel die... Het is eigenlijk een arend vogel, vind ik. Die zich los wil maken, maar toch is het een rots die vastgebonden zijn, zit aan de aarde. Dus het is weer die kettingen die maar niet kan breken met zijn creativiteit en hoe hard hij ook probeert. Nou, ik kan me voorstellen dat jullie zeggen van nou, jij probeert misschien achterover te halen om zo droog te maken, creatief te worden, maar zo leven als Vincent, hoef ik niet. Klopt. Er is ook nog een andere artiest, schilder, die heel veel deed met zijn droom op een heel andere manier. En die daar wel heel succesvol mee geweest is tijdens zijn leven. En Vincent is ook heel succesvol, maar pas na zijn dood. En dat is Salvador Dali. En jullie kennen het misschien wel, de methode die Dali gebruikte. Hij zegt, je moet een stoel nemen, maar wel een Spaanse stoel, want het was natuurlijk een Spanjaard. En die stoel moet armleuningen hebben en een wat hogere ruglijn. Want hij moet niet te comfortabel zijn. Want Dali wilde dat je slaapt. Maar 1/4 seconde duurt. Behalve 1 keer per maand, maar dat vertel ik daar ook niet over. Je hebt die stoel en je hebt een stevige sleutel en die haal je in je linkerhand tussen duim en wijsvinger. Je gaat zitten, legt een bord op de grond
En dan ga je relaxen. En net als je in slaap valt, valt die sleutel op het bord en het beeld wat je dan hebt, daar maakte hij schilderijen van. Ik zal er twee laten zien. Die kennen jullie vast wel. Deze van de bij en de granaatappel en de verleiding van Sint Antonius. Maar één keer per maand, nam hij tijd om echt heel lang te slapen voor zijn dood toen. Hè? Het is iemand die iedere dag maar een kwart van een seconde wil slapen. Eén keer per maand, twee dagen voor volle maan, verzamelen we drie dozen zeeegels. Daar eet je slagspieren van. Dat kan hartstikke giftig zijn, maar dat moest op een Catalaanse wijze gemaakt worden natuurlijk. En dan neem je een jonge, frisse witwijn bij. En dan laat je je door niets of niemand storen. He, als de meid dan komt het roepen van meneer, waarom ben je Santa? Nio, eerst die droom. Want net als Van Gogh, kwam het daar niet uit een redelijk goed milieu. En op deze manier kon Dali een ongelooflijk leuke carrière. Net toen ik bezig was met het schilderij van de sterrenhemel, sterrennacht, heb ik een methode bij jullie proberen uit te leggen die ontworpen is door een Amerikaanse dame, maar die was van ja, die heeft dit schilderij gemaakt voor Freud. Hij heeft namelijk één keer in 1938 Freud ontmoet. Hij heeft hem heel erg zijn best gedaan om indruk te maken. Is niet gebeurd. En hij heeft dit schilderij, de morfologie op de school, heeft hij gemaakt en aan Freud gegeven. Zijn schilderij, ik heb het niet samen met jullie geïnterpreteerd, maar die zijn Freudiaanse uitleggen, Eros, Thanatos, doodschrift, levensschrift. Heel veel seksuele elementen. Ik heb nog een heel leuk stukje voor jullie uit een film van Hitchcock. Spellbound. Daar heeft hij aan mee kunnen werken en daar heeft hij een stukje gemaakt met tekeningen van hem over de Dream Machine. En als je goed kijkt, zie je dat de meneer die zit praat over zijn droom inderdaad in zo'n stoel zit van de Dali-methode. Kijk maar. I can't make out just what sort of a place it was. It seemed to be a gambling house. But there weren't any walls, just a lot of curtains with eyes painted on them. A man was walking around with a large pair of scissors cutting all the drapes in half. And then a girl came in with hardly anything on and started walking around the gambling room, kissing everybody. She came to my table first. Did you recognize this kissing bug? Well, I'm afraid she looked a little like Constance. Uh-huh. This is plain, ordinary, wishful dreaming. Go on. Well, I was sitting there playing cards with a man who had a beard. I was dealing to him. I turned up a seven of clubs. He said, that makes 21. I win. When he turned up his cards, they were blank. Just then, the proprietor came in and accused him of cheating. The proprietor yelled, this is my place, and if I catch you cheating again, I'll fix you. I'm sorry about that kissing bug. I'm glad you didn't dream of me as an egg beater, as one of my patients did. Why, what would that mean? Never mind. Well, does it make any sense to you what I dreamed? Not yet. You're trying to tell yourself something. What it is, we'll figure out later. There's a lot more to it. Go on and try to recall the details. The more cockeyed, the better for the scientific side of it. He was leaning over the sloping roof of a high building. It was the man with the beard. I yelled at him to watch out.
Then he went over, slowly, with his feet in the air. And then I saw the proprietor again, the man in the mask. He was hiding behind a tall chimney, and he had a small wheel in his hand. I saw him drop the wheel on the roof. Suddenly, I was running. Then I heard something beating over my head. It was a great pair of wings. The wings chased me and almost caught up with me when I came to the bottom of the hill. Nou, hier zie je dat de Gooiaanse motieven, de chimney, de schoorsteen en de dingen die het meest opvallen, de wings, de vleugels, dat zijn de keys, de sleutels om deze brand te ontcijferen. Goed. Nou hebben we twee kunstenaars gehad die op een heel andere manier omgingen met creativiteit. Je had Van Gogh, die de hele tijd allemaal oplossingen aan het zoeken is. En je hebt Dalí, die zijn droom heel duidelijk als stuurmechanisme in zijn carrière gebruikt. Ik heb ook nog een derde, een Miljoenaanse manier. En dat is de droomartiest, een heel succesvol droomartiest, Brenda Ferrinari. Ze heeft voor mij een blog geschreven op Mindfulness over de strijd die je nodig hebt als artiest. En zij gaat via de droom juist dat conflict in. Juist daar waar zij regels breekt en kritiek krijgt, gaat zij haar nachtmerries in. En dit is een van haar schilderijen, dit heet Dark Night. En hier geeft zij een gezicht aan haar angsten en haar kritikasters die van binnen zitten. En ik kan uit ervaring zeggen, als je een droom tekent, dan voel je dat de energie die vastzit in dat conflict en dat meer gaat stromen. Want dat is ook het mooie aan dromen. Je hoeft ze niet helemaal tot op de draad uit te leggen, wil je de energie die vastzit meer aan het werk zetten. Dus ik heb jullie drie manieren laten zien. Vincent van Gogh, iedere keer heel creatief iets anders proberen. Dalí, je dromen nemen als stuurmiddel. En Brenda Ferrinari, precies dat conflict in. Dit was mijn presentatie. Ik hoop dat jullie er wat van opgestoken hebben. Ik heb twee boekjes nog die ik eventjes omhoog wil houden. Dit is een boekje van mij over een onderzoek dat ik gedaan heb naar verhalen van dromen over overleden. En dit is een boekje van mij wat ik vertaald heb uit het Russisch. En dat gaat over dromen en gezondheid. The Theory of Dreams. Want ik heb daar meegewerkt. Ik dank jullie voor jullie aandacht en voor het feit dat jullie hier hebben willen zijn.